En welkom bij alweer een nieuw Max Euwe journaal. En dit keer weer fragmenten van vier Max Euwe teams. En de vaste analyticus zit hier weer bij, Hans Plasman. Welkom. Welkom, kijk, beste kijkers. Ja, zoals Vincent zei, volle bak. Alle vier teams speelden afgelopen zaterdag. En ja, laten we maar eens meteen kijken wat er bij team 4 gebeurde. Vincent, jij had daar een aantal partijen van gekregen. Ja, zo is het. We gaan de wedstrijd bekijken van Max Euwe 4 tegen ASV. En we zien hier een stelling. Zie je die trouwens ook, Hans, als ik die van Ruud Wille tegen Levi Nies? Ja, die heb ik voor mij. En die, als ik ben nu alleen eens... benieuwd als jij hem zet. Ja, kijk, het werkt. Kijk, ja, techniek nou, goed, doet het. Ja, mooi, ik mooi. Sta versteld. Ja, zwart staat natuurlijk een pion voor, een hele mooie pion. En nu gaan we het afmaken van de partijen zien. Dat duurt niet echt lang, want hier speelt zwart paard F3. Wit speelt toren E2. En nu een mooie, ja, een killer move, laat het maar even noemen. Heel. Kijk, ik kan wel langzaam nog de stelling verbeteren, maar nee, Levi wacht niet. Hij speelt meteen E3. Hele leuke, ja. Leuke zet. En wit durfde niet die pion te pakken, dat ziet er ook heel riskant uit. Nee, want als je pakt, dan... Dan komt heel vervelend dame D1, denk ik. Ja, dame D1 schaak en dat wint sowieso een stuk, hè. Dus dat, ja, je moet tussen plaatsen. En die kun je dan gewoon, de computer wil eerst nog even slaan op C3. Goed, dat doen we dan. Ja, maar. Computer denkt dat loopt niet weg, maar paardmal G1 was volgens mij ook al vrij. Ja. En die mag je niet dodelijk terugslaan. Dus je staat een stuk voor. Ja, sterker, je hoeft hem zelfs niet eens toren F1. Je slaat gewoon die toren op E2, want die toren F1 die haal je, kan wit er niet uithalen wegens zijn koning. Dacht ja, ik. Ja. Voldoende problemen dus voor de witte. Ja. Ja, trouwens in deze stelling als wit slaat op E3 met de loper. Net deden we dame D1, maar de computer wil hier zelfs nog toren E8 spelen. Met dezelfde dreigingen van net en dat is, ja, het is allemaal vreselijk. Dus begrijpelijk... Ja, toren mal E3 en dame D1 met een matmotief. Let op dat H-pion naar voren lucht gaat niet helpen, want het paard op F3 dekt veld H2. Even kijken, welke stelling, Hans? Die we net hadden, maar kijk, normaal maakt wit als er op de onderste rij een mat krijgt, maakt je met de H-pion een luchtgaatje, maar met zo'n paard op F3 is er geen luchtgat. Ja, precies. Dat is waar. Ja. Dus ja, in armoede speelde wit hier loper E1. Ja. Volgde ook dame D1. Ja. Ja, nu is er eigenlijk geen redder meer aan. Wit speelde nog dame H3. Maar ja, zou je het lef hebben gehad om nog dit dame F1 te spelen? Dat ziet er al heel gevaarlijk uit. En het is ook verkeerd. Want dan kun je op E1 slaan met de paard en... Moet je met de dame slaan en dan wint toren F1. Ja. Er waren trouwens ook nog andere winsten hoor, maar deze is wel zo eenvoudig. Ja. Dus dit speelde maar dame H3 en het is al bijna einde van de partij. Want je zwart pakte gewoon de pion, of de toren mee, pardon. Ja, nou ja, die is wel even belangrijk, want nu blijft... Want nu blijft veld E5 gedekt. Dat is wel handig als wit daar maar E6 schaak speelt. Ja, hoopt op eeuwig schaak natuurlijk. Maar ja, paard heeft belangrijke velden af te dekken. En hier Daarmaal E2 ook veel beter dan paardmaal E1. Ja, er rijdt van alles hier. Ja... Ja, dat was einde partij. Ja, mooie fraai. Ja, het was wel wat spannend in de opening. Levi overleefde maar nauwelijks de opening. Maar toen hij het eenmaal overnam, dan kwam de winst niet meer in gevaar. Ja. Zullen we naar de volgende gaan? Ja. Ik wou eigenlijk kijken naar de techniek van Peter van Bart, hier met wit.
Wit staat natuurlijk iets beter. Zodat wat actiever, zwart staat wat passiever. En hier kunnen we een mooi stukje techniek zien van Peter, want die speelt hier paard aan de rand. Maar heeft wel een duidelijke bedoeling. Misschien dreigt hier wit binnen te komen, dat voorkomt zwart. Maar wit pakt ruimte. Ja, ik denk dat het probleem van de zwarte stelling ook is dat hij zich niet makkelijk kan bevrijden. Nee, wit staat hier al duidelijk beter. De zwarte stukken die hebben weinig ruimte. Wit heeft een groot ruimtevoordeel. Zwart deed nog wel een beetje een lelijke zet, maar op zich begrijp ik hem ook wel. F5 pakt wel wat ruimte af, maar het is ook weer een beetje lelijk in een bepaalde strategisch opzicht. Peter speelt paard C5. Zwart besloot dat paard te slaan. Kijk, het voordeel is van het paardruilen, want op zich denk je, ja, waarom ruil je een paard als ruil je een stukje zijn ruimtevoordeel hebt? Nou, het voordeel is dat het ontkracht zetten als G5. Die haal je er in feite uit, want stel dat zwart nu G5 zou doen. Ja, het verzwakt eigenlijk alleen maar de stelling. De computer zit zelfs al hier vrolijk overlopen om al geen 5 na te denken. Oké dan, ja, zo ernstig is het al. Ja, ja. Nee, want het probleem is, stel je doet lopen F7, paardmal F7 gevolgd door dame H5 schaak. Stel je doet lopen D7, torenmal D5, oh, en ja. stel je doet lopen C8. Komt deze weer om de hoek. Ja, dat is vreselijk. Dus ja, dat G5 dat wordt er helemaal uitgehaald. En ja, dan heeft die zet F5 ook niet meer zoveel zin. Zwart speelde loper F7. Dat is objectief toch de beste zet. En laat maar even zien hoe Peter hier verder ging. Ja. Dames en heren. Ja. E6. En nu ook weer een fraaie, mooie strategische zet B5. Aanval B5. Loppenmaal B5. En nu komt jouw bevrijdingszet weer, Hans. G5. Ja, goed, zwart wil iets. En met die loper op F7, dan heeft dat iets meer zin. Maar helaas, nu zie je dus waarom dat paard op D7 weg moest. Want wit heeft veld E5 toegankelijk gemaakt. Al moet wit even nog een kleine tussenzet spelen. Ja, een hele mooie zet. En die houdt het voordeel eigenlijk vast. Hè? Dus, ja. In plaats van, jij denkt nu gedwongen zet. Die loper moet naar H2 of zo. Maar wit speelt heel koelbloedig loppermaal C6. Valt de toren aan. En zwart is gedwongen eerst die loper te slaan. Ja. En nu pas loper E5. Kijk. En hier zie je dus waarom dat paard C5 zo nuttig was. Nu is veld E5 toegankelijk. Ja, en dit... Want wit wil natuurlijk heel graag die loper schuilen, een sterk paard op E5. Ter vergelijking, die zwarte loper op F7, die doet niet veel. Ja, loper... Het probleem voor zwart is op loper H5 kan wit nog tussendoor lopermal G7 spelen. Dreigt lopermal H6, dus zwart heeft geen tijd om op F3 tussendoor te slaan. Ja, zoiets gebeurde ook in de partij. Maar hier wil ik het even voor deze partij wel laten. Hier kunnen we gewoon zien dat hier wit groot voordeel heeft, denk ik. Hè. Hij wint waarschijnlijk een keer pion op C6 en dan heeft hij een hele mooie vrije A-pion. Ja, en dat... Het paard komt op E5 of zwart moet een pion. Kunnen we nog wel even twee zetjes laten zien. Zwart koos terecht om in ieder geval met G4, want dan kun je nog tenminste met die pion op G2 staan. Met de loper was dat natuurlijk een stuk of er geen optie. Maar ja, het probleem is hier heeft zwart geen goed vervolg. En ja, wit staat hier totaal gewonnen. Dus dat... Ja, en dit waren de twee partijen van die wij van het vierde hebben ontvangen. Dus, en zij wonnen de match tegen ASV. Dat is toch wel een goede prestatie. ASV 5 was dat. Ja.
Maar er zitten wel een paar goede veteranen in, dus Ja. die je niet En zomaar verslaat. ASV4 zit bij team 3 in de pool. Dus dat is ook wel grappig. Goed. Ja, we gaan door Over team naar. 3 gesproken. Ja, die moesten naar Kampen. Ja, ik moet bekennen, zelf heb ik nog nooit eerder tegen Kampen gespeeld. Vorig jaar kampioen geworden in de vierde klasse. Dus dit jaar mochten ze in de derde klasse. Toch een heel aardig team dat in de eerste ronde nipt verloor tegen het sterke Winterswijk. Ik moet zeggen, van tevoren was ik er niet helemaal gerust op. Ik zag ons wel goede kansen, maar voorhand zou het een zeer spannende wedstrijd worden. Maar ja, laten we eens even gaan. Je hebt als eerste wel de partij van Henk Pernink doen. Ja, die kwam heel voordelig uit de opening. Ja. En ja, het leek eigenlijk van een leien dakje te gaan. Henk gebruikte wat veel tijd. Anders had hij waarschijnlijk hier wel D4 gespeeld. Dat is namelijk een hele sterke zet. Ja. Met D4 zorgt hier dat die witte loper passief blijft staan. Eigenlijk En dat zit wit zwarte bijna zet paard is dan. zeer sterk. Ja. Er zijn bijna geen goede zetten meer te verzinnen voor wit. Nee. Want kijk, loper naar G5 die doet helemaal niks. En op loper D2 kan gewoon toren C2. Ja, de andere toren kan al E2. Ja, Dus. maar waar gaat die loper Ja, naartoe? dat is ook al een Want probleempje. hier is het in één klap al uit. Nee, D4 was het handigste geweest. Maar goed, ja. Goed, maar nu kunnen we nog even genieten van het toren-eindspel Ja. van Henk. Ja, dit geeft toch achteraf wel meeste voordeel weg. Dus toen ik dit zag, dacht ik van, nou, Ja. wordt nog een hele klus om dit om te zetten, want in eerste instantie verdedigde wit dat ook sterk. Maar Hans, zwart heeft toch wel de beste kansen omdat hij hier een vrij pion heeft? Of, Ja, nou, objectief is dit remise, ja, oké. maar er is een groot, maar zwart inderdaad, het is zwart die het initiatief heeft. Ik vind het wel mooi hoe uiteindelijk de zwartspeler Henk dus die stukken zo actief mogelijk neerzet. Eerst staat die toren op A6 heel passief, maar die gaat hij zo direct omspelen. Nee, maar dat is juist in het toren-eindspel is het zeer van belang dat je torens weet te activeren. En eigenlijk Kijk, gaat en hij. hier moet, en Ja. hier, dit is eigenlijk de kritieke stelling. Hier is heel ligt niet voor de hand, maar het beste is waarschijnlijk als wit gewoon weer met teruggaat met die koning naar D2. Gewoon om te verhinderen dat zwart met zijn toren binnendringt. In plaats daarvan koos wit voor een verleidelijke zet. Maar Ja, lijkt actief, maar ja, is het eigenlijk niet, nou hè? ja. Want zoveel doet die toren grappig genoeg niet. En tegelijkertijd geeft dit nu zwart ineens de mogelijkheid om actief te worden. F3 is ook niet de handigste. Nee, F5 is ja, hij zeer sluit zijn sterk. eigen toren een beetje op, hè, nu. Ja. Ja, dus nu kan zwart min of Ja, meer wit afwikkelen. dacht Nou, iets slims te hebben, maar dat ja, blijkt. het is net Want te wit laat, wil hè. G4 breiden. Dat ziet er zeer goed uit, hè? Want pionnen ruilen daarmee komt toch de remise dichter in de buurt. Maar dat blijkt tegen te vallen. Ja, nu heeft zwart een goede zet. Toch even hier. Ja, eigenlijk is nu een Ja, elementair ruil gewonnen. is Ja, geen optie. nee. Dus hij moet weg Dus, en raapt nog een pion op. Nou ja, oké. Okay. En even later wist zwart te winnen. ja, we kunnen nog even Oh ja. snel het Ja, dat moet ook wel wat techniek laten zien, maar. en dit is een technisch gewonnen eindspel. Dus ik zal even in snelheid. Dus kijker, die is een optie op YouTube om de afspeelsnelheid te vertragen. Dus wie het al de rust wil nakijken, die kan dit gewoon vertraagd afspelen. Maar het is wel mooi om te zien hoe zo'n eindspel gaat.
Of het pion D3, want ja, dat pion naar eindspel is gewonnen. En Ja, nu kan je gewoon koning in even de voor de A-lijn. Ja. minder geoefende. En nu geen toren A3 schaak, want dan kan nog toren B3, maar die een torenwinst. Zwart, wit had er trouwens al twee zetten eerder opgegeven, voor alle duidelijkheid, want wit zag dat natuurlijk ook wel aankomen. Dus ja, knappe overwinning van Henk, die daarmee op 2 uit 2 kwam, want hij had de eerste ronde ook al gewonnen. Oké. Nou, mooie start. Ja. Dan kunnen we naar, Volgende partij. ja, kunnen we naar de Wouter. Dat was een Partij hele van spectaculaire partij, hoor. Wouter, ja. Laten we eens even kijken, want is dit het beginpunt waar Ja, we naartoe zeker. willen? Ja, zeker. Ja. Want hier moet. Zwart heeft zich een bijzonder ongebruikelijke, is een aardig ongebruikelijke opening gespeeld, zoals men ziet. Waarbij de zwartspeler graag de witte koning wil belagen. Terwijl wit denkt, ik zet mijn stukken actief neer, ik heb een sterk centrum en dan kan ik altijd een koningsaanval afslaan. Dus dat is een, volgens de theorieboekjes klopt dat ook, maar het wil nog wel eens weer barstig zijn. Dus laten we eens kijken hoe Wouter dit speelt. De zwartspeler die ging er in Captain Caveman-style in. Oké. Wit paard, witte paard op F3 staat aangevallen. En waar gaat dat naartoe? Nou, je denkt misschien naar paard naar E1 of paard FD2, maar poten komen hier met een zeer verrassende zet. Klopt, ja. Het is Wit volgens mij, speelde namelijk ja. paard H4. Op eerste zicht denk je van, wacht even, geef ik niet een paard weg? Maar het grappige is, als hier slagen, dan waar gaat dat zwarte paard op H5 naartoe? Als dat paard namelijk als wat een paard op F6 speelt, of het nou paard H of paard DF6 is, dan staat ineens die loper op H4 ongedekt en wordt dame maal H4 gespeeld. Dat is toch wel een fraaie zet waarna dingen als E4, E5 dreigen en Ja, dat zag zwarte ik. stelling is al meteen hopeloos. Dus nee, het Oké, creatief gespeeld paard van nog Wouter. niet gespeeld. Ja. Zwart speelt loper G5, wat waarschijnlijk inderdaad de beste zet is. En wit vervolgt de sterk met paard A5. Zwart wil natuurlijk hier ruilen. En zwart vervolgt vrolijk met dame G5. Zwart is nog steeds van plan om die koning te belagen. En als wit niet oplet, natuurlijk om op E3 te staan. Maar paard gaat met veel genoegen naar D5. En nu zou je denken, dan gaat zwart misschien heel voorzichtig koning D8 of zoiets spelen. Maar nee hoor. Zwart denkt alle stukken naar de koningsvleugel. Ja, all in is het, hè? Nodigt wit uit om op C7 te slaan. Grote gaat daar ook in. En zwart gaat met zijn plan verder. Toch wel een zeer opmerkelijke stelling. Wit speelt H3. En hier komt de volgende. Lopen we maar H3. Het ziet er toch wel gevaarlijk uit met drie Ja. aanvalstukken richting de Witte Koning. Dus, Het is ook wel gevaarlijk. ja. Computer zegt nu heel voorzichtig dame D2. Maar Wouter die denkt, ik wil wel Hij dat je pakt gewoon mij alles, die gaat Wouter, hè? aanwijzen. Nou, hij zal er wel goed over hebben nagedacht. Voor alle duidelijkheid, op paard F4 kan wit vrolijk iets terugofferen. Oh. En hier is het toch Ja, dus in de aanvalstukken weg, hè? definitief afgelopen. Ja. Dus wat de aanval was toch iets te optimistisch.
heeft wit dat sterk gevuld. Ja, paard H4, je moet er maar op komen. Ja, heel origineel, ja. Jij had de partij van Malek bekeken, want die moest... die had wit tegen Hans Spoelstra. Toch wel een de teamcaptain van de tegenstander en een sterke speler. Hmm. En, maar dit is ook net zoals bij Wouter, was een korte partij. En dit is ook een korte partij. En dat zou je niet zeggen als je deze stelling bekijkt. Wit je is ziet hier aan zet. Tegenstanders die zijn dol opzetten als F5 en G5. Ja, zo te zien, ja. Ja. Maar Malek speelt hier een hele mooie zet, een hele sterke zet. E4 probeert alles open te breken. Volgens de boekjes, actie op de vleugel wordt beantwoord met een tegenstoot in het centrum. Wel op eerste gezicht denk je van, ja, Svat heeft toch wel aardig veel stukken, maar is niet zo heel gemakkelijk. Nee, zeker niet. Svats volgende zet is waarschijnlijk het sterkst. Ja. Paard C6. Ja, dat vind ik wel. Ja. En wit gaat gewoon vrolijk door met E5. Ja, paard op F6 is een, misschien wel het beste zwarte stuk. En... op termijn dreigt wit ook met 6 als E5, E6 om weer die loper op B2 actief te maken. Ja, dat hangt in de lucht. Maar het belangrijke is ook dat dat paard, dat zeg maar, als het paard terug gaat en het paard ging terug, dat zet dan als dame H5 erin kwam. Ja. En wat denk je wat Malek speelt? Hij speelt E6. Ja. Dus de pion heeft verstoort een beetje de coördinatie van zwart, ja. Hè? Ja. E6 is natuurlijk wel een zet die je goed moet overwegen, want op lange termijn gaat die pion reddeloos verloren. Mm-hmm. Maar eerst is er nog de korte termijn. Ja, de dame moet nu weg. Malek heeft goed gezien dat dit snel tot actie kan overgaan, waardoor zwart geen tijd krijgt om... veel pion 1-6 rustig te blagen. Nee, ja, dat rijdt denk ik nu gewoon op H6 te pakken. Ja. Nee, dus dan moet je voorkomen. Koning dekt. En een stuk aan de bij, hè, zo leren we het in de stappenmethode. Ja, paard, het dreigt nu paard maal G5. En dan zal ik denken, maar kan ik die niet rustig verdedigen met door G8? Maar dan is het grappige. Dan gaat er nog een stuk op. Komt deze. Ja. En is bijna niet meer te verdedigen. Want dit is de grote groep. Let op dat loper. Maar E7 niet kan wegen schaakmat. Oei. Ja. En op paardmal E7. Dan is ineens veld G5 ongedekt. Ja, nee, dat gaat ook niet. Nee. Dus moet die... sla je vrolijk hier op Tormal G5 of Loppermal G5 en stukken kunnen in de doos. Ja. Dus Zwart heeft geen goede verdediging van veld G5 meer. Dus uiteindelijk koos hij maar voor de tegenaanval. Maar dat hoefde Malek denk ik niet lang over na te denken. Schaakje. Nou, ik neem aan dat hij daar wel goed over heeft nagedacht. Ja, dat ja, denk ik ook wel. Maar dat hij denkt dat hij het al aan zag komen, want op koning G7, nu staat het paard gepent. Let op die dame op H5, die staat aangevallen, hè? Ja, maar die staat ook gepent. Ja, dus die staat niet aangevallen. Nee, dus hij speelt gewoon paard F4 en wit geeft op. Of zwart geeft op, sorry. Ja, want die dame komt op G6 binnen. Ja. En dan is het mat nabij. Ja, Svat moet een damemaal F4 spelen om direct mat te vinden. Maar dat is natuurlijk geen. Blijft niks over. Dus ja, dat. Kort en krachtig gespeeld van Malek. Ja, zeker. Sterk. Zeer sterk. Ja. We hebben nog partijen over, Hans. Ja, zelfs had ik ook een partij, maar die was wat minder kort en wellicht ook wat minder krachtig. Ik had wit.
En ik was aan het, zwart was hier aan zet en speelt het logische paard 1-6. Maar dat is vrij onvoorzichtig. Op zich ziet het er logisch uit. Maar biedt wit de gelegenheid om e4, e5 te spelen. Want op d-maal e5 is dan ineens het paard op d7 ongedekt. En dame e7, dat is vreselijk. Toch is de vraag, is e5 wel het beste? Ik heb lang overwogen om in plaats van e5 paard d1 te spelen. Wat het idee heeft om het paard via c3 naar d5 te spelen. En objectief is dat achteraf gezien misschien wel gewoon het beste. Enige is paard d1, ja, dame d4 schaak. Het geeft zat wel de gelegenheid om dames te ruilen. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik speelde uiteindelijk toch e5. Nou, zwart moet een stuk offeren, want dit levert een hopeloze stelling op. Ik zal het even laten zien. En ja, er zijn al vele goede zetten, maar een voorbeeld is. En het vervelende is g4, g5 komt erin, waarna d7 geruild kan worden en de pil op b6 valt. Deze eindspel is hopeloos verloren. Dus dat, vandaar dat zwart na enig nadenken besloot het stuk te geven op d7. Want objectief is nu het slaan op f4 het beste. Dan heeft zwart toch nog wel behoorlijk tegenspel van het stuk. Volgens de engine staat dit iets beter, maar het is allemaal niet zo duidelijk. Maar zwart dacht een veel betere set te hebben. Want waar gaat die dame naartoe? Want op dame c6 heeft zwart nog de tussenzet. Toren d6 of eerst slaan op f4, maar wit heeft een veel betere. Wit hoeft namelijk helemaal niet met die dame weg. Wit heeft een tussenzet. Ja, ja. Ja, dit soort dingen worden vaak over het hoofd gezien, hè? Ja, ja, ja. Dus, nou, dameruil is natuurlijk hopeloos, want het eindspel, ja, zij gewoon een stuk tegen een pion achter. Dus, maar dit ziet er nog wel gevaarlijk uit, want kan niet paard d4 met een vork? Antwoord, nee, want dan heeft wit nog dame f6. En na dameruil is eenmaal f6 schaak, waardoor niet op e2 gepakt kan worden. En het eindspel met een stuk tegen een pion minder is natuurlijk hopeloos. Dus vandaar dat zwart maar besloot de pion te pakken. Maar het is duidelijk dat hier iets mis is gegaan voor zwart. Zwart heeft te weinig compensatie voor het stuk. En het vervolg ging, ik zal het even in een sneltrein vaart spelen. Ja, wit wil natuurlijk graag die dames ruilen. Hè. Die dame op g3 is eigenlijk het, samen met het paard op e6 het enige gevaarlijke stuk. Zwart kan er niet op ingaan. Dreigt dame f6. Schaak met ruil en hopeloze stelling. En nu komt ineens die loper zeer sterk op d5 binnen. Verhindert ook dat zwart iets over de d-lijn kan doen. Zwart probeert nog de witte dame te verjagen, maar het middel is erger dan de kwaal. Ja, dreigt al dame maal iets op f7 te slaan, dreigt ook dame maal g6. In sommige varianten, al moet je wel rekening houden dat zwart misschien nog met toren maal d5 iets terug kan offeren. Hier zijn meerdere goede zetten. Dame g5 zag er heel verleidelijk uit, maar uiteindelijk besloot ik maar het simpel te spelen door gewoon op f7 te slaan. En ja, hier gaf zwart op. De stelling is hopeloos. Ja, zwart staat gewoon een vol stuk achter met slechtere stelling. Dat, ik vind het trouwens opvallend dat zowel een paard op B2 staat en een paard op G7. Ja. Dat is ook wel opmerkelijk. Ja, ja, ja. Maar goed, met een stukje meer speelt het toch al wel fijner, denk ik. Hè? Ja, het is. Dus ja, dat, de kijker ziet het aan de partij fragment. Het ging verrassend
gunstig voor team 3. We kwamen snel op voorsprong en bouwden dat gestaag uit. En Klopt. aan het eind was er zelfs een fraaie 6-2 overwinning. Ja, Dus dat hadden we van tevoren niet op durven te hopen. Nee, waren wij Want licht rekenfavoriet, maar... Ja, op papier waren we misschien licht favoriet, maar van tevoren had ik voor een 4,5, 3,5 overwinning getekend. Ja, goed, soms valt het een beetje je kant op. En als het bord 1, 2 en 3 winnen, dan ja, goed, dat helpt natuurlijk wel een stukje. Ja, dat scoreverloop was ook in ons voordeel. Ja. Dus ja, goed resultaat na de teleurstellende eerste ronde, waar we goede kansen hadden, maar uiteindelijk niet verloren. Nu een ruime overwinning. Oké, dan wordt het nu tijd, denk ik, om naar team 2 te gaan, Hans. Ja, die hadden een zware dobber tegen Groningen Combinatie 2. Sterk team, een van de favorieten in de pool, als ik mij niet vergis. En op de website van de Groningen Combinatie staat een zeer interessante partij van Anne Veldman. Dus die kan via de link op de clubsite kan de speler die samen met het verslag van de Groningers rustig bekijken. Een partij die er niet op staat was de partij van Thomas van Velen tegen internationaal meester Erik Hoeksema, wel bekend. Thomas was vorig jaar topscorer van team 2 en mocht het nu tegen een heuse IM opnemen en deed dat niet onverdienstelijk. Nee, Jij had de partij bekeken, Vincent. Jazeker. We komen er hierin naar dame B6. En ja, de stelling is in evenwicht, maar naar een hele natuurlijke zet. Toren D1 vindt de computer toch dat hier de zwart de stelling de voorkeur verdient. Ja. En we gaan nu kijken ook waarom, want zwart speelt weer op de beste zet door paard E1 te spelen. En wit speelt E3. En hier zat er een hele verrassende combinatie in. Ik zal zelf ook te knipperen met mijn Ja, precies. ogen. Ja, wie zou hier in deze stelling ooit zijn mooie loper op C3 zomaar met een paard slaan op C3? Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Die zit toch... Dan moet je toch wel zeker weten dat zwart, het goed is. Zwart kan hier met een zeer fraaie combinatie uithalen. En die begint met lopen mal C3. Laten we die eens even bekijken. Ja, oké. Oh, pardon. Die. Ja. Ze zegt, wat is dat nou voor een rare zet? Maar nu zie je de bedoeling. In eerste instantie veld E2 moest ontoegankelijk gemaakt wordt en dan denk je van ja, maar wacht even, ik kan toch lekker rustig door mij heen spelen, maar nu komt het verrassende. En nu denk ik nog steeds van dit slaat helemaal nergens op. Het slaat wel degelijk ergens ja, op. Ja, zeker. Ja. Want nu is er ineens een tussenschaak mogelijk. Ja. En let op dat op koning G2 paardmal E1 schaak volgt. Ook met schaak, ja. Ja. Dus noodgedwongen moet wit iets als koning H1 spelen. En dan kan zwart vrolijk torenmal C8 spelen en blijft een stuk voor. Wel een opmerkelijke computer zet. Dus het beste naar loper E2 is waarschijnlijk gewoon om een kwaliteit te geven met iets als loper E1. Dan is wat overwegend. Maar ja, mensen zijn geen computers. Dus voor wit werd dat niet gespeeld. In plaats daarvan speelde zwart het rustige E6. Ja, en dan komt het daarna ook nog weer een nieuwe combinatie in de stelling. Want zwart stelling heeft nog steeds onze voorkeur, denk ik. Even een schaakje. De zwarte stukken staan gewoon actiever. En wit moet nu nauwkeurig spelen om niet helemaal uit de hand te laten lopen. Ja.
Computers zeggen grappig genoeg dat toren D8 om de torens te ruilen het beste is, want dan haal je een verdediger weg. Nu krijgt Wit nog ineens verrassend de kans om tegenspel te krijgen. Heel Ja. sterk is hier zelfs toren D6, Ja. want dame maal F2 is gezegd, denk je van dit is helemaal niet goed. Want wat moet Wit nu spelen? Maar het grappige is dat naar dame maal A6 kan die dame ineens helpen Ja, dit is wel een verdedigen. hele ingewikkelde variant hoor. Dit is trouwens niet goed wegens die. Maar deze had grappig genoeg wel gespeeld kunnen worden. Ja, toren C5 blijft allemaal heel lastig. Maar uiteindelijk is het oordeel van de engine dat wit iets beter staat. En, nou, dat zullen we dan maar geloven. Ja, Begrijpelijkerwijs liet men zich hier niet op in. In plaats daarvan werd toren C1 gespeeld, maar ook naar toren C1 blijft zwart iets beter staan. klopt. Zwart lijkt nog steeds iets actiever te staan, maar de schijn bedriegt, want nu kan wit zich gestaag verdedigen. En ja, vaak is een dame plus paard is vaak nuttiger dan een dame en loper. Ja, want En op ik. eerste gezicht denk je zo'n witte veldige loper met dan, omdat wit al G2, G3 gespeeld heeft, dat ziet er eng uit. Maar hier blijkt toch dat wit eigenlijk best oké staat. Ja, klopt. Het is al niet meer zo heel lekker voor zwart. Nou ja, het is nog wel. Kijk, wit kan niet te veel permitteren. Hij moet wel met de. Die moet zorgen dat die loper op B7 niet in het spel komt met de koningsaanval. Maar uiteindelijk wist Thomas dat toch allemaal fraai remise te houden. Sterker, objectief gezien staat wit zelfs een tikkeltje beter. Al. Is het begrijpelijk dat wit dat Ja, nu op zich kon wel goed is. wit al remise afdwingen, maar dat gebeurde een later moment in de partij. Ja. Maar als je je paard G5 speelt, dan Ja, dat kan, heb maar paard D4 is ook heel sterk hoor. ja, Zeker, paard ja, ja. D4 is zelfs wat de computer het beste vindt. Maar als je echt een remise wil pakken, dan Ja, had nu al geforceerd kunnen heb worden. je dat nu al te pakken. Ja. Maar je kunt met wit kunnen nog even kijken of zwart misschien de mist ingaat. Want objectief staat wit hier een tikkeltje beter. Al stelt het niet veel voor. Ja, nu gaan we de Ja. schaakjes schrijven. Ja. Kijk, wit kan ook niet te veel permitteren vanwege dat paard dat aangevallen staat. En je moet toch rekening houden met die koning op G1. Dus ja, hier zetherhaling en remise. Nou, mooi resultaat voor Ah, Thomas. Dat is, keurig remise. Aan wat andere borden werd ook dapper gestreden, maar uiteindelijk bleek de tegenstander hun favorieten rol wel waar te kunnen maken. En dat een 5-3 overwinning voor de Groningers, als ik mij niet vergis. Ja, dat heb ik hier ook staan, ja. Ja, dus tot zover team 2. Laten we kijken naar team 1. Die hadden weer een vaste super sub-invaller. Ja, ik weet Jasper Kamphuis, ik durf hem bijna. Ja, is het nou een ja, bijna semi-vaste invaller, zou ik bijna zeggen. Want hij valt geregeld in voor team 1 en laat daar vaak fraaie dingen zien. Jasper heeft zwart. En heeft de opening lekker actief gespeeld, zoals je kunt zien. Zwart heeft wel zijn mooie loper op G7 moeten
opgeven en wit denkt daar gebruik van te maken, maar wit gaat in zijn poging iets te ver. Sterk stuk van zwart is natuurlijk dat paard op d4, mm-hmm. maar dat is niet het enige sterke stuk. Wit speelt hier paard b5, ziet er logisch uit om iets aan dat paard op d4 te doen en ook eventueel dingen als c3 in de stelling, maar objectief niet goed. Zwart komt hier, reageert hier zeer krachtig, speelt dame f6. Nodigt wit uit om op c7 te slaan. Wit denkt, daar laat ik mij op in, want ja, paardmal f2, daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Maar helaas voor de witspeler heeft zwart een veel betere. Damemal f2, schaak b. En nu denk je van, ja, paard f2 schaak is toch niet zo erg, want dan kan ik torenmal f2 spelen en damemal f2 en paardmal c7. Maar zwart had nog een andere troef. Want die dame op f4 keek ook geniepig naar dat paard op c7. En ineens is wit een vol stuk kwijt. Wit deed nog een zetje, maar na dame 1-5 besloot hij maar wijselijk op te geven. Niet alleen staat wit een stuk achter, maar zijn stelling is ook nog vrij hopeloos. Dat ging... Dus ja, een vlotte overwinning van Jasper. Ging snel om een keer, ja. Zoals de kijker weet, ik mag graag partijen van uitvoerig commentaar voorzien, maar sommige partijen, ja, die gaan gewoon in één flow. En dat gold ook voor de partij van Paul. Paul had al in de eerste ronde vrij gewonnen en zou daar in deze ronde weer een vrij punt aan toevoegen. En ja, dit is echt zo'n partij. Die kun je het beste van genieten zonder commentaar. Dus ik laat het vervolg zien zonder commentaar. Ik speel het vrij snel. Er zit in YouTube een afspeelknop waarmee je de afspeelsnelheid kunt vertragen. Dus wie het rustig wil bekijken, die kan af en toe de pauzestand indrukken of een wat langzamere afspeelsnelheid zien. All aanzet, vervolgt sterk met F5. En de partij gaat als volgt verder. Het is toch wel een eenrichtingsverkeer, hè? Ja, hier gaf zwart op. Ja, ja. Er is tegen twee keer slaan op E6, dus paardmal E6, paardmal E6, torenmal, dan lopenmal, torenmal, gevolgd door met dreiging, toren E8, schaakmat. Ja, precies. Dus toch wel zeer fraai gespeeld. Ja. Tot slot de laatste partij die we willen laten zien. Partij van Frank Kroeze. Frank heeft dit. En er is deze stelling. Zwart heeft de opening keurig gespeeld en er is weinig aan de hand. Althans, als zwart hier kiest voor het verstandige paard D7. Maar in plaats daarvan kiest zwart voor het voor de hand liggende toren AD8, want ja, wie wil niet graag zijn torens op de D-lijn verdoelen, maar ziet daar iets over het hoofd. Dame F6, en nu denk je, maar wacht even, ik speel toch lekker paard G6 en H-mal G6 kan niet wegens G-mal F6 en die witte dame is eraf. Oeps! Maar helaas, Frank had hier met dit een veel sterker zet. Toren mal G6. Of het een kwaliteit. Dat is ook een mooi plaatje. Twee stukken staan. Maar wint hij met een bonus terug. Ja. Want het vreselijke is, er dreigt dame F7 mat. En ja, die kan niet geslagen worden wegens het uittorenmal B7, dame C8.
Wat moet zwart hier doen? De stelling is al vrij hopeloos. Kiest voor toren. Eens even, maar... Ja, deze is ook heel vrij. Want... Deze zet kan niet wegens die. En ja, koning H8, dame F8 is schaakmat. Dus zijn torenmaal D5. Ja, je houdt weinig over. En let op dat die zelfs damemaal D5 niet kan wegens die gevolgde mat. Dan blijft deze over. Maar dan komt deze zet. En... Er gaat een weer nog meer materiaal verloren. Dus ja, een knappe overwinning. Het ging sowieso goed voor team 2, want team 1 bedoel je? Team 1, pardon. Ja. Want het werd maar liefst een 6,5-1,5 overwinning. Ja, ze moesten dus... kijken naar waarom moesten ze naartoe eigenlijk? Het fiche Z, is dat Amsterdam? Fiche Z, ja. Dat genoemd naar een Britse cultband uit, ik dacht, jaren 80. Dat is toch een muziekband, of niet? Ja, ja. Ja precies. Songs als Marlene, Pretty, Paracetamol en Cruise Missiles schieten mij zo 1, 2, 3 te vinden. Ik verwijs de kijker naar YouTube. Ja. The Worker is geloof ik een bekendste song. Oh ja, volgens mij staat hij ook wel in de top 2000. Ja. Dat durf ik niet te zeggen. Oké, okay, ja. Hij staat in ieder geval wel in mijn top 2000. Oké, okay, nou, dat is wel leuk om te weten. Ja, we zitten doorheen, Hans, voor deze keer. Hè? Ja. Met relatief goed nieuws, hè? Met allemaal mooie partijen. Ja, nou, dat teleurstellen. De eerste ronde is er in de tweede ronde een knap herstel. En, laten we eens kijken wat de derde ronde ons gaat brengen. Maar tot dusver, zover. Bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende ronde.